Hoi, mijn naam is Niels en in deze video geef ik je 5 tips om van jouw video een Hollywood-productie te maken. We beginnen met drone-footage. Droombeelden hebben altijd een enorme impact, omdat je hiermee perspectieven kunt laten zien die we met onze eigen ogen niet kunnen zien. Begin je video met een uniek en spannend droombeeld. Laat de drone bijvoorbeeld naar het onderwerp toe vliegen of maak een gaaf tracking shot waarbij het onderwerp wordt gevolgd. Uitpakken met een paar sterke droombeelden is een garantie op aantrekkelijke videocontent. Ken je iemand met een drone of heb je er zelf eentje? Gebruik deze dan voor je video. Let alleen wel even goed op de regels als je met een drone wilt gaan filmen en onthoud. Less is more. Gooi dus niet je hele video vol met drone shots, want dan is het een stuk minder indrukwekkend. Dus houd het subtiel. Tip 2. Je hoofdpersoon volgen. Een video gaat meestal over mensen. Iemand die een verhaal vertelt. Dat kunnen acteurs zijn, maar het kunnen ook echte mensen zijn. Jij en ik. In video werkt het altijd goed om die mensen onderweg te zien van A naar B. Uh, lopend over straat in de auto. Uh, onderweg op pad in de natuur. Je ziet je hoofdrolspeler in beeld, maar je krijgt dan ook verschillende beelden van de omgeving mee. Denk aan beelden in de stad of wat ik net zei, in de natuur. Dit soort beelden geven jouw video een fijne dynamiek en voegen wat toe hè, qua achtergrond. Tip 3: Handelingen filmen. Focus in je video ook op mooie handelingen die je kunt omtoveren tot scènes en leg deze handelingen dan vanuit verschillende. Hoeken, camerastandpunten vast. Dit kunnen allerlei handelingen zijn. Uh, het hangt een beetje ervan af wie je aan het filmen bent. Stel je maakt een videoportret over een schilder, dan is het logisch om handelingen van dat schilderen mooi in beeld te brengen. Kies voor een handeling dus die relevant is voor jouw video en leg de handeling via verschillende camerastandpunten mooi vast. Tip 4. Voice over toepassen. Je wilt natuurlijk geen saaie video maken waarin iemand minutenlang in beeld aan het praten is. We noemen dat ook wel een, een talking head. En dat maakt je video vaak wat traag. Gelukkig is dit simpel op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld het verhaal wat je vertelt, hè, of degene in beeld aan het vertellen is, laten doorlopen als audio onder relevante beelden die je tussendoor laat zien. Bijvoorbeeld zoals je nu ziet in deze video. In feite is je tekst op camera dan een voice-over geworden. De shots die je in beeld ziet kun je mooi laten matchen met degene die op dat moment aan het vertellen is. In dit geval zie je beelden van ons terwijl wij aan het filmen zijn. Maar hè, net het voorbeeld van de schilder: je zou dan de schilder die aan het praten is, uh, beelden kunnen laten zien dat hij aan het schilderen is. Zorg ervoor dat het geluid, de audio, ook van goede kwaliteit is en warm klinkt, dus zonder geruis en gekraak. Dan de laatste tip. Ook met muziek en geluid kun je je video naar een hoger niveau tillen. Denk bij muziek vooral aan muziek die van goede productiekwaliteit is en niet heel algemeen klinkt. Stel, je maakt een bedrijfsvideo, je runt een bedrijf en je wilt wat met video doen. Dan kun je natuurlijk een heel standaard corporate deuntje onder je video zetten. Uh, lekker veilig, lekker braaf. Maar je kunt ook juist een grootse bioscoop soundtrack onder je video zetten. Elektronische dansmuziek of juist iets heel klassieks. Dit geeft je video een unieke uitstraling. Ook met goede geluidseffecten kun je jouw video nog realistischer maken en ja, meer productie value meegeven. Kies ook hierbij voor geluidseffecten van goede kwaliteit en zorg ervoor dat de effecten qua timing precies kloppen met wat je in beeld uh, ziet gebeuren. Probeer hiermee te experimenteren en breng je video's naar een hoger niveau. Veel succes met het maken van jouw video's! Promotionfilm maakt al meer dan 10 jaar video's in opdracht van merken en bedrijven. Wil jij je vrijblijvend laten adviseren over video's voor jouw bedrijf? Neem dan even contact met ons op via de site.